Het zijn zware tijden voor de zelfstandige sportschool. Het is dinsdag 29 december. Dit is Zeeland Nu. Prijsvechters rukken steeds verder op. De Zeeuwse economie stijgt, maar het gaat langzaam. En is dit het sportmoment van het jaar? Dag dames en heren, het zijn roerige tijden in de sportschoolwereld in Zeeland. Door de komst van prijsvechters krijgen de zelfstandige sportscholen, die dus niet bij zo'n keten zijn aangesloten, het moeilijk. En op het ZEP-terrein in Middelburg staat verslaggever Pim van den Bergen. Ja, Pim, daar op dat terrein, daar is echt een goed voorbeeld van de strijd, hè, tussen zo'n low-budget firma en een zelfstandige. Ja, heel goed voorbeeld, want hier op nog geen 50 meter afstand van elkaar zie je twee sportscholen. Hier rechts van mij heb je Fit for All. Die zit hier eigenlijk al sinds het begin van het ZEP-terrein. En die kregen een paar maanden geleden bezoek. Ja, collega naast de deur van een keten, Basic Fit. Nou ja, je kunt je voorstellen dat dat een strijd is om de klanten te krijgen, maar ook vooral om ze vast te houden. Nou, wat scheelt het in de portemonnee, zo'n low-budget firma vergeleken met een zelfstandige? Dat is een moeilijke som om te maken, want aan al die abonnementen zitten weer maren en mitsen vast. Eigenlijk basic kun je zien dat bij een goedkope sportschoolketen je ongeveer voor een tientje in de maand terecht kan. Dan mag je niet volledig sporten en dan zit je er soms 2 jaar aan vast. En bij een andere zelfstandige sportschool moet je denken aan het dubbele, zo'n 20 euro of meer. Dit is nou een voorbeeld in Middelburg. Waar speelt dit nu nog meer in de provincie? Ja, de Basic Fit die is neergestreken hier in Middelburg, maar ook in Vlissingen en in Goes. En sportschoolhouder Patrick Visser, of ik moet eigenlijk zeggen ex-sportschoolhouder Patrick Visser, die was daar helemaal klaar mee. Die wilde dat gevecht niet aan. En ook andere betrokkenen in Goes in de sportschoolwereld, die zien de bui al hangen. Nou, ik denk momenteel dat er wel een aantal sportscholen in Nederland zijn die het lastig hebben. En waar we een hele spannende tijd de komende periode gemoet zullen gaan. Vele daarvan zullen de werkzaamheden beëindigen. Als we hem niet oppassen, dan gaan die kleine scholen het echt verliezen van de grote prijsvechters. En die prijsvechters krijgen steeds meer vaste voet aan de grond in Zeeland. De keten Basic Fit heeft sinds kort vestigingen in Goes, Middelburg en Vlissingen. En in de hoofdstad komt daar vrijwel zeker volgend jaar nog een andere low-budget sportschool, namelijk Fit for Free, bij. Ja, zo gauw die open gaat, verlies je wel wat mensen die inderdaad alleen maar voor de prijs gaan en niet meer naar kwaliteit gaan kijken. Patrick Visser zag klanten weglopen bij zijn sportschool in Goes en zag het niet zitten om mee te gaan in de prijzenslag. Je kan toch wat minder aandacht naar klanten gaan geven om mee te kunnen draaien in dat hele proces van de goedkopere versie van fitness. En dat is een moeilijk verhaal gebleken. De low-budget ketens kopen gezamenlijk hun apparatuur in, wat tientallen procenten scheelt, en ze kunnen stunten met abonnementen. Maar daar zit wel een addertje onder het gras van de klant. Personeel is er nagenoeg niet meer. Er zit iemand achter een balie, maar er staat niemand meer in de zaal vaak. En dus de sociale binding met de club, wat de klant mogelijk wel waardevol vindt, ja, die vind je minder bij een prijsvechter. Ook betekent het gebrek aan begeleiding dat resultaten uitblijven en de klant mogelijk teleurgesteld zijn fitnessambities opgeeft en dus stopt. Dat biedt dus kansen voor de zelfstandige sportscholen. Zij moeten slim te werk gaan. En slim te werk gaan betekent gaan samenwerken met omliggende partners. Een goed kader neer blijven zetten, dus goede fitnessinstructeurs. En proberen die binding met de klant op een hoog niveau te houden. Want service en kwaliteit leveren loyaliteit op, waardoor graag iets meer betaald wordt. Fitland in Goes gelooft ook in dat concept. Ze hebben het voordeel van aangesloten te zijn bij een keten, maar willen niet gaan stunten met de prijs. Wij proberen ons onderscheiden door wat betere kwaliteit te bieden en een eerlijke prijs te vragen aan onze klanten. Nou, dan blijkt in deze omgeving dat daar gewoon vraag naar is. Toch moet ook Fitland Goes strategische stappen maken. Hun vestiging bij de Zeelandhallen wordt ingeruild voor de aangekochte sportschool Flex van Patrick Visser. En de vestiging Vlissingen is verkocht aan Basic Fit. Met een reden. Wij merkten dat daar de publiek anders was. Dus wij hadden het wel het geloof van, nou ja, een basic formule hier op deze locatie zou veel beter gedijen als een hoger segment formule. De komende tijd blijft er hard gevochten worden om de klanten. Aanpassen en inspringen op verandering in de markt lijken dan de sterkste wapens tegen het low-budget geweld. Nou, Pim, bij zo'n prijsvechter hebben we dus minder personeel. Resultaten zouden ook minder kunnen zijn. Wat vindt de prijsvechter daar zelf van?
Ja, die zegt natuurlijk, we hebben minder mensen, dat klopt, want daardoor kunnen we ook goedkoper werken. Maar als die mensen om hulp vragen, dan één iemand die achter die balie zit, komt dan van achter die balie vandaan en die gaat helpen. Uiteindelijk waar het op neerkomt is dat de zelfstandige sportscholen moeten gewoon aan de bak. Die moeten dingen verzinnen, die moeten dingen aanbieden waardoor je iets meer wil betalen. Nou, hier rechts achter mij de Fit for All. Die heeft bijvoorbeeld een sauna in de kleedkamer. Er is een fysiotherapeut en er is een beauty salon aanwezig onder één dak. Dat zou het verschil moeten of kunnen maken tussen overeind blijven in het gevecht tegen de prijsvechters of omvallen. Pim van den Bergen, dankjewel. De Zeeuwse economie heeft het dit jaar beter gedaan dan voorgaande jaren. Wel gaat het herstel hier wat langzamer dan in de rest van het land. De huizenmarkt laat positieve cijfers zien. De woningverkoop stijgt en de bouwsector profiteert door meer nieuw- en verbouw. Ook de meeste andere sectoren deden het beter, waardoor de ondernemers de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Minpuntje is wel de toegenomen werkloosheid, vooral veroorzaakt door de bezuinigingen en ontslagen in de zorg. Bij aspergekwekerij Spitsbroek in Ede weten de telers niet wat ze zien. Door de aanhoudende warmte steken de eerste asperges hun kop al boven de grond. En dat is 3 maanden eerder dan gebruikelijk. Hier is er ook alweer één. We hebben het nog nooit meegemaakt. En hoe bijzonder ook, het stelt de telers wel voor een lastige keuze. Door isolerend folie op de velden aan te brengen, kan de groei zo versneld worden dat er in januari al geoogst kan worden. Maar dan heb je het in het echte aspergeseizoen geen asperges meer. Want je kan niet onbeperkt blijven steken. Ook niet van planten die je in januari al begint te oogsten. Op een gegeven moment stop je daarmee. En je hebt ook planten nodig in april en in mei en in juni. Dus dat is wel een dilemma. Dus we hopen nu echt dat het koud gaat worden, zoals het hoort. En dat ze weer in ruststand komen. Zitskier Kees-Jan van der Klooster uit Vlissingen heeft een deel van de rolstoelen terug die vorige week van hem zijn gestolen. Wandelaars hebben een aantal frames en wielen gevonden in de omgeving van Utrecht. Bij elkaar heeft van der Klooster nu 7 van de 12 rolstoelen terug. De spullen zijn bedoeld om kinderen in rolstoelen behendigheidslessen te geven. Vanaf vandaag mag er weer vuurwerk gekocht worden. Veel klanten hebben hun bestelling al doorgegeven. En de zaken gaan beter dan vorig jaar. Je ziet dat de mensen inderdaad wat meer besteden. Die zijn ook wat beter gemutst, wat vrolijker. En we kunnen eigenlijk stellen dat we vorig jaar gemiddeld ongeveer een €50 per klant te besteden hadden. En dat ligt nu momenteel bijna 2 keer zoveel. Deze winkel hoopt deze pakketten dit jaar nog te verkopen, maar stel dat er nog wat overblijft. Dat mag dan onderling verdeeld worden en dan hebben we toch allemaal een mooi pakketje vuurwerk wat we mogen afschieten in het oude jaar. En dan luidt het nieuwe jaar weer goed in. Wat is het Zeeuws sportmoment van 2015? Daar kon u begin december op stemmen. Deze 3 momenten hier achter mij, ja, die gingen aan kop. De dubbel van de korfballers van Top Arnhem-Muiden. De winst van marathonschaatser Erwin Mussu op de Wijzenzee. En de eerste Grand Prix zegen in de carrière van Nancy van der Ven. Maar welke is het geworden? Eén van deze 3 of toch nog misschien een andere? Het antwoord krijgt u van Daniel Codinho-Veca. Ja! Waar zijn we nu weer, hè? We gaan de prijs uitreiken voor het sportmoment van het jaar. U heeft massaal gestemd in de eerste week van december. 2000 stemmen kregen we. En vandaag gaat hij eruit. De winnaar voor het Zeeuws sportmoment 2015. 2000 stemmen dus. Eerst even kijken naar de nummers 5 tot en met 3. Op plaats 5 met 5% van de stemmen is geëindigd Erwin Harmes. De atleet uit Middelburg zakte bij de finish van de kustmarathon in elkaar en moest over de streep worden geholpen door de organisatie. Harmes finishte als 3e. Dan de 4e plek. Die is voor de truc van Adwin Hoondert uit Hoedekunskerke. Hij reed zijn beste Dakar-rally ooit in 2015 en bekroonde dat met een 27e plaats. In onze verkiezing kreeg hij 6% van de stemmen. Op plek 3, het succes van de korfballers van Top uit Arnhem-Muiden. 2 keer werden zij kampioen. Hier vierden de korfballers feest na hun titel in de zaal. En een paar weken later werd dat feestje nog eens dunnetjes overgedaan op het veld.
Tot twee keer toe bleek Top uit Arnhem-Muiden de sterkste ploeg in de overgangsklasse, waardoor het nu zowel in de zaal als op het veld in de hoofdklasse speelt. En dat leverde Top 18% van de stemmen op. Ja, dus niet de korfballers van Top Arnhem-Muiden. Zij werden derde en je ziet het. De winnaar van het CEO Sportmoment is in elk geval met veel busjes op pad. Het is ook niet de nummer 2, Erwin Messu. Messu won begin dit jaar de alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee in Oostenrijk. En die prestatie leverde hem de tweede plaats op in onze verkiezing. Met 19% van de stemmen. Ja. En daar komt ze. De winnaar van het Zeeuwse Sportmoment van 2015. Nancy. Gefeliciteerd. Ja, ik kan me nu wel iets bij denken waarin jullie hier zo zijn. Heb je een idee? Ja, het zal vast voor de Sportmoment zijn. Ja, je hebt gewonnen. Ik kan me niet kunnen bedenken. Nou, superleuk. Motocrosser Nancy van der Ven wint dus de verkiezing voor het Zeeuwse Sportmoment van 2015. Eind juli won ze voor het eerst in haar carrière een Grand Prix-wedstrijd. Ze werd in de eindrangschikking van het WK knap derde en dat leverde haar 31% van de stemmen op. Mag ik hem aan je geven? Tuurlijk. Ja, Nancy van der Ven, dus de winnaar van het Zeeuwse Sportmoment van 2015. En morgen op dit tijdstip op dezelfde zender blikken we uitgebreid terug op dat moment. Er lag vandaag een storing boven de provincie en het was dan ook tamelijk bewolkt met soms wat regen. Het was wel weer zacht met temperaturen rond de 11 graden. Morgen wordt het een graad of 10, maar daarbij een afwisseling van wolkenvelden en zonneschijn. Wel rekening houden met de stevige zuidoostenwind. Het kan daardoor iets koeler aanvoelen. Ja, dit was Zeeland Nu voor vandaag. Zometeen een stukje Zeeuwse geschiedenis, dat in de kanon van Zeeland. Gevolgd door het uitgebreide weerbericht. Nog een hele mooie avond. Dag.